Beste kijkers, het is weer vakantie in Nederland. En ook bij de Wiega. Vandaag gaan wij kijken wat de mensen gaan doen met vakantie. Waar gaan ze naartoe op vakantie? En is vakantie nodig? Ben je toe aan vakantie? Ja, ja. Ik ben zeker toe aan vakantie. Het hele jaar hard gewerkt, dus we zijn nu wel toe aan vakantie. Nou, ik ben vandaag net terug van vakantie. En waar ga je naartoe op vakantie? Ik ga naar West-Vlaanderen. Het is heel leuk hoor, misschien op Geul ligt vlakbij Valkenburg. Hè? Ben je al op vakantie geweest of moet je nog op vakantie? Ik ben begin van het jaar op vakantie geweest. Gezien je niet op vakantie gaat, wat ga je dan doen om even lekker te ontspannen en tot jezelf te komen? Nou, gewoon even een weekje lekker vrij nemen en dan lekker een beetje wandelen. Ik blijf eigenlijk best wel dicht in de buurt. Ik heb een caravan op Loosdrecht. Ik ben 3 weken weg geweest. Ik heb jullie allemaal enorm gemist. Maar dat is natuurlijk een grapje. We gaan met de trein. En ik heb altijd ruzie met die vriend, dus dan gaan we samen in een stiltecoupé zitten. Dan kunnen we geen ruzie maken in de trein. Drie weken vakantie gehad en er kwam onbedoeld nog 1,5 week bij. Omdat mijn vrouw op vakantie er rug brak. Mijn vakantie dit jaar gaat naar Terschelling. Curaçao is lekker warm. En mooi, het is daar mooi. Mijn conclusie is, mensen willen zeer graag op vakantie. Maar de mis blijven toch wel in Nederland, hè? Toch hier in Nederland, in het kikkerlandje. En wat dacht je dan van Maarten Percy? Oh, wat is daarmee? Nou, Maarten reist heel graag in de trein met de stiltecoupé met zijn vriend. En Percy gaat vliegen naar Curaçao. Oh, dat wordt spannend. Namens het Wiega Media Team, fijne vakantie!